klimmen over hindernissen, door de modder en het water. 9 vrouwen uit Ente werkten zich vandaag in het zweet om geld bijeen te brengen voor de stichting International Justice Mission tegen uitbuiting en slavernij. Wij hebben vandaag een mudrace gedaan. Deze zou eigenlijk in Biddinghuizen zijn, maar dat ging niet door vanwege de lockdown. Vanwege corona moet ik eigenlijk zeggen. Dus kwam er een lockdown editie en hebben we gezegd, die gaan we doen. En dan is het mooi dat je dat in je eigen dorp kan doen. De lockdown editie kwam vanuit de organisatie zelf. Zij hebben handvaten aangedragen. Je kan de 9 kilometer zelf lopen. Of je kan het fietsen, of je kan het op de manier zoals wij het hebben gedaan. En 9 kilometer in Ente, dat is niet makkelijk. Want dan moet je of 20 keer door het dorp, of je moet er in één keer met een grote boog omheen. Dus hebben we gezegd, het is gewoon prachtig hier. Dus daarom hebben we het hier gedaan. We zijn door het water gegaan, uit het water, weer in het water, onder de brug door. We hebben burpees gedaan, we hebben push-ups gedaan, we hebben met een grote band gerold, we hebben een stukje hard gelopen en we kwamen weer terug bij de steiger waar we weer het water in gingen. En dat hebben we gemiddeld 8 keer gedaan in een uur tijd. Het begin was het zwaarst. We hadden om 10 uur een online warming-up. Die hebben we gezamenlijk gedaan. Dus dat heeft iedereen die in Nederland mee heeft gedaan, heeft dat gedaan. Dat was een lekkere warming-up, waardoor we heel warm begonnen. En je begint natuurlijk in een veel te hoog tempo. Ja. Maar gedurende het lopen gaat het gewoon heel lekker. We hebben geld ingezameld voor IGM en IGM staat voor International Justice Mission. Zij zetten zich wereldwijd in voor slavernij. Zowel kinderen, maar ook volwassenen in eigenlijk de armste landen van de wereld. We hebben gekozen voor IGM omdat ik een artikel las over een meisje die op 4-jarige leeftijd werd ontvoerd, moest werken op het Volta-meer in Ghana. Daar gebruikt werd als kindslaaf en dat raakte mij zo enorm dat ik mede-deelnemers daarvoor te geport hebt en gezegd, ja, hier moeten we gewoon wat aan doen. En zo wilden we gewoon heel graag ons steentje bijdragen daaraan. Toen we om 10 uur begonnen was het een kleine €3700. We hadden heel graag een streefbedrag van €5500 op willen halen. Maar goed, corona heeft een beetje roet in het eten gegooid. Maar we zijn echt ontzettend dankbaar voor dit bedrag alleen al. Onze tickets blijven geldig, dus wij mogen volgend jaar gewoon in Biddinghuizen aansluiten. En daar is het 9 kilometer, dus dat gaan we doen. Ja.